De geschiedenis van de monumentale Liboriuskerk in het centrum van Dinxperlo gaat mogelijk terug tot de 12e of 13e eeuw. Toen al werd binnen de gemeenschap mogelijk een kapelletje gebouwd. De datering van het orgel gaat terug naar 1705. Het werd toen gebouwd voor de gereformeerde gemeente in het Duitse Rheinsberg. In 1716 werd het door de kerkraad van Dinxperlo gekocht en nog in hetzelfde jaar in gebruik genomen. In 1830 is het orgel geheel herbouwd. De koperen lichtkronen zijn in de 18e eeuw aangebracht. Verscholen achter het orgel zien we een 16e eeuwse afbeelding van Sint Christoffel, die het Christuskind over de rivier draagt. Zichtbaar op de zijwand is een even oude afbeelding van Sint Antonius en Sint Rochus. Ook zien we daar een afbeelding van Sint Thomas en Sint Philippus. Het kerkgebouw kan elke vrijdagmiddag tijdens de weekmarkt worden bezichtigd.